Goedemiddag. Zo, even kijken of alles klopt. Ja. Kijk, heel goed. Het beeld is. Mijn scherm is weer weg. Ja. En daar ben ik weer. Dat krijg je als je op de verkeerde knopjes drukt. Goedemiddag. Even kijken. Ik zie nu dat mijn beeld heel erg korrelig is. Dat is niet de bedoeling. Dat was het dus net niet. Even een paar tellen wachten. Om te kijken of dat nou weer wegtrekt. Want dat is niet de bedoeling. Hallo. Even kijken. Is bij jullie het beeld nou oké? Want ik heb het net getest en toen was het helemaal prima. Even kijken. Dan ga ik even het andere licht aandoen. Misschien dat dat werkt. Hallo allemaal. En ik geloof dat het nu al beter gaat. Even kijken. Nou, ik denk dat het zo goed gaat. Mocht het niet goed gaan, dan stel ik het nog even bij. Dat is natuurlijk altijd de verrassing als je live gaat. En dat is niet handig. Het is vandaag echt. Gaat het geweldig. Maar oké, ik ga vandaag een beetje weinig kleur. Ja, ik. Ik heb het zo straks getest en was het helemaal oké. Dus ik hoop dat het nu een beetje wat beter gaat. Ik kan hem even bijstellen. Dat is het lastige als je het dan hebt getest en het is goed en je gaat live. En dan gaat het in één keer weer anders dan gepland. Dus op mijn beeld ziet het er goed uit. En mocht het niet zo zijn, dan hoor ik het wel. Ik even een paar tellen wachten, want het duurt altijd even voordat ik natuurlijk zie je wat jullie hebben geschreven. Maar bij deze, ik ga deze tag maken vandaag. En daar ga ik de leuke Katselkraft stempels voor gebruiken. Hallo. Oh, mijn nagels die komen wel mooi gekleurd in beeld. Ja, die zijn ook lekker fel. Dankjewel, Ellie. Ik ga deze set gebruiken. En dan hebben we nog een leuk set. We hebben natuurlijk al heel veel leuke stempels van Katselkraft. En de KT247 en de 245 ga ik gebruiken. Ze zijn echt een beetje grappig. Een beetje vreemd. Maar toch kun je daar ook wel heel erg wat leuks van maken. Dus ik vind ze geweldig. En deze tag gaat het worden. Als eerste heb ik in ieder geval. Ik heb een stukje karton gebruikt, want ik heb heel veel kartonnen dozen en afval en dergelijke. Dat moet eigenlijk ook een beetje op. Niet alles gaat naar het oude papier. Dus ik heb daar een hele grote tag van geknipt. Het is lekker stevig. En er zijn natuurlijk zoveel mogelijkheden mee. En als eerste ga ik eerst even een gaatje maken. Dat is het. Dan ga ik de basis. Een storing. Bij mij geeft die. Als je heel even terug gaat, Gerda, even terug naar de pagina en dan weer even opnieuw op de video klikt. Dat wil soms ook nog wel eens even helpen. Het is de laatste tijd heel erg vaak bij Facebook dat er echte storingen zijn. Dus ik ga in ieder geval voor de basis ga ik de Dutch Doobie Doo structuurpasta gebruiken, de modeling paste. En die ga ik heel simpel aanbrengen met deze. En dan hoeft dit niet glad te zijn, want dat is het leuke. Want ik wil juist een beetje structuur erin hebben.
En dan niet alleen van de structuurpasta, maar dus ook een beetje van het spateltje. Dat geeft net even wat extra effect. Dat zullen jullie straks wel zien. Ja, heerlijke stempels zijn het. Ze hebben echt... Er zijn zoveel geweldige... Ze hebben natuurlijk zoveelzijdige stempels, hebben ze. Het zijn niet alleen maar gekke stempels, maar ze hebben ook gewoon hele mooie... Echt super mooie strakke stempels. Met mooie designs. Dus ik breng er gewoon een laag op aan. En het maakt niet uit of dat het gewoon echt een beetje... ...bobbelig is. Als je dat wilt, kan dat natuurlijk altijd. Dat haalt natuurlijk wel een beetje het effect weg van wat ik ga creëren vandaag. Maar joh, je kunt alle kanten op. Dus even dit afvegen. Zo. Zit ik alweer lekker gezellig onder. Maar dat gaat er vanzelf weer af. Dus dat is de basis. En die ga ik even laten drogen. Ik ga jullie niet zoveel, zo min mogelijk vervelen met de heat tool. Dat doe ik af en toe wel eens. Maar dit duurt nog wel heel even voordat het droog is. Dus ik heb er al eentje voorbereid. Dan komt mijn volgende stap. Dat is dit leuke Dutch Doobadoo stencil. Dat is de linnen stencil is het. En daarvoor ga ik met de modeling paste, de DecoArt Media, de zwarte modeling paste, ga ik er overheen. En dan voeg ik dus nog weer een stukje structuur toe. En gelijk een beetje kleur. Kleur is het niet echt. Deze modeling paste is iets dikker, maar je kunt hem heel mooi uitstrijken. En het hoeft niet exact. Kijk, ik ga hier wel over die randjes heen en dat is verder geen punt. En ik hoef ook niet exact het stencil te volgen eventueel. Dat is net hoe jij hem wilt hebben en waar je hem wilt hebben, want ik doe hem nu hier onderin. En soms valt het ook anders uit. En ik doe hem hier bovenin ook nog een keertje, een stukje. Gewoon dit stukje doe ik dan gewoon nog even met de modeling paste. Ik vind het linnen stencil, ja, er zijn natuurlijk zoveel leuke stencils. Dit linnen stencil is natuurlijk ook heel mooi als je hem in het geheel erop gebruikt. Dat ga ik vandaag ook niet doen. Gebruiken met gedeeltelijk en dan doe ik het op twee plekken. Het maakt niet uit of ik knoei. Dat is verder niet erg. Even zo. Dan kun je het stencil natuurlijk nog even dit wegvegen hoor. Het stencil kun je natuurlijk nog gebruiken door hem andersom, wat ik de vorige keer ben vergeten, door hem andersom op een papier te leggen. En nu moet ik even mijn doekje pakken. Goedemiddag. Gezellig dat je er bent. Ik doe me ondertussen heel even tussen een doekje. Dan zorg ik dat hij een beetje vochtig blijft. En dan kan ik hem straks, als ik klaar ben, kan ik hem helemaal schoonvegen in de wasbak. Dat vind ik altijd wel wat prettiger. En zo blijft het vochtig. En dan droogt het dus niet op tussen de gaatjes van het stencil. Dus, dit is de volgende stap. En je ziet het. Ja, dat geeft even net weer even wat structuur erop aan. En je kunt het straks ook wel zien. Dat ga je allemaal te zien krijgen. Dus. Ook deze ga ik aan de kant leggen om te laten drogen. En ook die stap heb ik voorbereid. Anders dan moet ik hem dus gewoon met mijn heat tool gaan drogen. Dit is de vorige die ik heb gemaakt. Nou heb ik hier een wat te dik opgebracht en verschoven. Maar dat zien we straks wel.
Ik heb hier ook een beetje nog de Crackley paste gebruikt van DecoArt Media. Ik heb gewoon hier en hier en hier een klein beetje Crackley paste opgebracht. Dat heb ik goed laten drogen. En dat ga je zo zien hoe het eruit gaat zien. Want ik ga als eerste met de Distress Inkt, de Black Suit, ga ik gewoon voorzichtig over de kaart. En dan ga je dus een heel licht, dan ga je hem iets heel licht overheen en dan maak je hem iets donkerder. Zodat je eigenlijk een beetje een smoezelig effect hebt. Ik weet niet of jullie het kennen, het woord smoezelig. Hij gebruikte het vroeger heel veel. Dus als iets een beetje viezig eruit ziet eigenlijk. Maar dit is niet viezig, dat is een beetje eigenlijk... ja, niet onderhouden, als het ware. Dan zal ik heel even opstaan en dan zal ik even van dichtbij laten zien of dat lukt. De crackley paste, of je het kunt zien zo. Lastig in beeld te brengen soms. Ze zitten erin. Ik zie ze hier wel. Dus dat is deze stap. Nou gaan we dus ook nog deze stukjes van het stencil ga ik dus een beetje wax op aanbrengen. Dus de Craft Emotions Wax Paste. Het is colored metallic, is een metallic look. Ik haal een beetje uit het potje. En dat breng ik weer aan op mijn acrylblokje. En dan pak ik mijn sponsje. Hij ruikt overigens heerlijk. Hij ruikt naar citroen. Ik heb geen idee wat voor geur erin zit. Ja, grungy. Ja. Dankjewel, Ellie. Ja, smoezelig, grungy. Klopt. Ik neem dus een beetje paste op mijn tool, op mijn blending tool. En dan ga ik hierover heen, dus alleen over de stukken van het linnen. En dat geeft dan ook weer een beetje een mooi groen donkere kleur. Een beetje, ja, wat zou het, olijfkleur is dit, wordt het dan, omdat er natuurlijk zwart achter zit. Dus dan wordt het echt een stuk donkerder. Je hoeft het alleen maar zo overheen te brengen. Ik neem wel gelijk even zo de randjes mee. Want... dan kan dat ook even drogen. Dan doe ik even met mijn... ik kan er niet op komen, mijn tool. Ik maak dit even weer een beetje ruw. Natuurlijk met dit toeltje. Ja, soms ben ik echt gewoon... ben ik gewoon hele namen kwijt. En dat maakt het nog meer grungy natuurlijk. Vind ik zo leuk. Het past ook wel een beetje bij de stempels, dat grungy. Je kunt ze ook heel clean kun je ze maken, die stempels, door heel mooi in te kleuren. En op een hele strakke kaart te doen. Maar ik vind het grungy ook wel een beetje bij het passen. Dat is moezelig, lekker grungy. De sinaasappelgeur. Oh, oké. Dat wist ik dus niet. Heb ik weer wat geleerd. Ik vind het heerlijk ruiken. Dus ik heb een beetje opgeruwd de zijkantjes. Ik ga het wel even over de zijkantjes een beetje heen met het restje van de wax wat er nog op zit. Zo. Dat even aan de kant zetten. Het is echt een lekker geurtje. Er is niks mis mee. Ja, dat groen. Ik weet niet of je het... oh, sorry. Ik denk dat je het zo wel heel goed kunt zien. Het geeft net even dat mooie glanseffect. Ik vind hem wel... ja, en je hebt natuurlijk heel veel kleuren heb je dit in. Dus je kunt van natuurlijk in alle kleurschema's kun je het maken wat je wilt. En op het zwart... is het qua kleur dan net even weer wat anders dan als je bijvoorbeeld wit zou gebruiken als structuurpasta voor de achtergrond.
Maar het geeft een mooie goudgroen olijvige look geeft het. Dus, nou. En dan komen we toe aan het stempelen. Dan ga ik eens even de stempeltjes erbij pakken. En ik neem deze. Ik vind het wel heel grappig. Een of andere takhond. Hoe je het wilt noemen. Met een touw hier om de nek. En het lijkt haast een harmonica wat er omheen zit. En ik neem deze ook nog. Dat is van de andere set. Een soort kraai. Een beetje grappige. En die ga ik straks ook nog gebruiken. Ik leg deze even weer aan de kant. Spulletjes aan de kant leggen. En zo. Dankjewel. Zo. Dan heb ik hier een klein beetje ruimte overgelaten. Dus hij zal hier overlappen. Maar dat is verder niet erg. En dan gebruik ik mijn Stazon in ieder geval. Mijn Jet Black voor. Hij mag goed zichtbaar zijn. Dus de lijnen mogen goed zichtbaar zijn. Dus ga ik die Jet Black voor gebruiken. Dat is... stempelen. Nou ga ik heel even hem draaien en even staan, zodat ik goed kan drukken. Want er zit hier natuurlijk een beetje structuur, dus je moet hem er goed op leggen. Je kunt ook gewoon de stempelhulp gebruiken, maar ik doe het even zo. Kijk, nou heeft hij hem hier niet helemaal gepakt, maar ik vind dat geen probleem. Hallo, leuk dat je er bent. Zo. En dan ga ik ook gelijk wel deze erop zetten, dat kraaitje. Dan doe ik even, ik zet hem, even kijken, zo recht mogelijk. Nee, aan die kant, dan kan ik het zien. Dat wordt even een uitdaging, want ik wil graag dat hij op de snuit komt. En... dat is even figureren, dus ik ga even heel laag zitten en dan ook recht. Ik wil hem recht houden. En jullie zien niet nu hoe ik zit, want ik zit helemaal voorover gebukt en ik kijk gewoon echt eigenlijk van de zijkant zo. Of dat hij ongeveer de snavel, tenminste die snavel of snuit gaat raken. Nou is die iets minder mooi dan dat ik had gedacht. Maar. Daar heb ik nog wat anders voor. Want dat is natuurlijk ook, dat is ook een soort trucje. Heel erg leuk. Dat ga ik gewoon even doen, want ik wil hem wel goed zichtbaar hebben. Ik heb een tissue paper. Dat zit in de schoenendoos en bij kleding tegenwoordig in. En als je daarop stempelt, kun je die stempelafdruk... ook gewoon gebruiken en hem dan daarop plakken. Ik ga dat even laten zien. Heb ik die andere ook nog? Ja, ik ga dat gewoon even laten zien. Zo, dan neem ik als eerste even een kwastje. Die maak ik nat. Even rondomheen het plaatje, zodat het tissue paper nat wordt. En dat betekent dan dat je het goed kunt scheuren. Het hoeft niet eens gescheurd te worden, want je kunt het gewoon heel voorzichtig weghalen. En dat is die. Dan doe ik deze ook nog even. Zo min mogelijk tissue paper eromheen wil hebben. Nou zie je daar eigenlijk betrekkelijk weinig meer van straks. Niet de snuit eraf trekken. Zo. Hop. Die kant op. Dat kan dus ook. Dan hoef je hem niet eens te stempelen. Dan ga ik even mijn lijn pakken.
kijken. Ik doe een beetje. Oh. Dat was de verkeerde. Het gaat lekker vandaag. Dat is echt af en toe geweldig. Ik zal hem even. Dat was de verkeerde. Soms heb je van die dagen. Ik breng dus een beetje lijm aan hier zo en hier. En dan leg ik hem dus zo op. Dan pak ik wel even een ander kwastje. En dan zorg ik dat dat goed verspreid wordt. Wat ook leuk is aan het tissue paper. Dat je dus gewoon afbeeldingen heel makkelijk in spiegelbeeld kunt opplakken. Oh. Echt jongens, nou het is vandaag zondag. Laten we er maar van uitgaan dat het af en toe lekker fout mag gaan. Ik ga er even met de lijm helemaal overheen. Voorzichtig. Dus niet te snel dan hoe ik het wilde. Hier ook nog een beetje. En dan plak ik hem dus. Kijk, je kunt hem dus zo opplakken. Je kunt hem dus ook zo opplakken. Ik ga hem nu dus gewoon op deze manier opplakken. Even kijken. Je hebt van die momenten. Echt waar, sorry hoor. Het is echt even niet mijn moment. Ondanks dat je alles voorbereidt. Maar het komt goed. Het komt goed. Zo, ik ga er wel heel even met het heat tool overheen. Dus even een beetje herrie maken, dus sorry. Nog een paar tellen hoor. Even wat afkoelen. Dat is goed. Oké, we kunnen weer verder. Ik zit weer in mijn rippen. Dan ga ik ze dus inkleuren. En daar gebruik ik dus even. Kijken, de Distress Oxide gebruik ik voor rondom de ogen. Ik heb dan mijn waterbrush en het Distress Oxide pad. En ik pak gewoon wat inkt van de pad zelf. Dus ik kan gewoon zo doen. En dan maak ik de pootjes een beetje roze rondom de oogjes. Een beetje roze zijn. Dat vind ik ook wel grappig. En hier ook. Dat is die. De oranje gebruik ik voor de Spiced Marmalade. Gebruik ik voor het lichaam. Een beetje hout. Ja, niet echt de houtkleur. Het ligt eraan hoe dik je het opbrengt. Maar even
een kleurtje erop aanbrengen. Dan gaat dit een stuk sneller dan dat ik het normaal zou doen natuurlijk. Ik ben altijd heerlijk bezig. Als ik aan het kleuren ben, dan kan ik er soms aardig lang aan zitten. Om dus de kleuren aan te brengen. Maar dat is niet erg. Even kijken. En de snavel wil ik ook een beetje dat oranje hebben. En ook hier kun je natuurlijk weer alle kleuren kiezen die je zelf wilt. Geef hem een groene snavel. Dat kan ook. De rest van het lichaam ga ik met blauw. Met een peacock feathers ga ik daarvoor gebruiken. En hier voor de nek. Voor dat touw wat hier omheen zit. Ook niet een standaard kleur voor het touw. Ik hoop dat het goed te zien is. Het kleuren zo. Het is echt een vluggertje wat dat betreft. Qua kleuren. Even snel. Zodat jullie in ieder geval een idee krijgen van wat kan en wat de bedoeling is. Wat je dus zelf mag weten wat je wilt doen. Dus dit geeft nu al gewoon aan dat die bijna klaar is. Ik leg die even weer weg. Dan heb ik dus voor bovenaan. In principe is de tag is gewoon klaar. Dan wou ik dus bovenaan wou ik dus nog even wat grappigs toevoegen. En dat kuikentje wat eigenlijk misschien net uit het eigen klommen is, vond ik ook wel heel erg cute. Dus, en die geef ik dan een blauw oog. Net even wat anders dan anders. Een blauw oog en roze pootjes. Dat is... Het vind ik het leuke met katselkras stempels. Je kunt natuurlijk alle kleuren gebruiken die je wilt. En de stempels zien er dan altijd nog weer mooi uit. Ik bedoel, hoe gek het ook is, hoe gek het er ook uitziet. Dan ga ik hier nog een beetje roze omheen brengen. Even een klein beetje. Het kuikje is natuurlijk net uit het ei. En niet te vergeten, de snavel. Die wil ik ook gewoon weer oranje hebben. Spiced marmalade. Dat is een hele mooie kleur. Je kunt er natuurlijk heel veel schaduw aanbrengen wat je wilt. Door deze stukjes even wat donkerder aan te zetten. En dat kan bij de andere stempels natuurlijk ook. Dan breng je net even wat extra schaduw aan. Zo. Dat is die. Zet ik dit even weer aan de kant. Dankjewel. Ja, grappig hè, dat het vrolijk is en toch een beetje donker. Dat is eigenlijk ook de bedoeling, want het hoeft niet per se een hele donkere kaart te zijn. Het mag ook best wel een beetje vrolijkheid hebben. Het ligt er natuurlijk ook aan wat voor tekst je erbij gaat doen. Dus nou ga ik wel heel gemeen doen. Ik ga dus een gaatje knippen in het hoofdje van het kuikentje. Want die komt straks bovenaan de grote tag te hangen. Nu heb ik nog één ding te doen. Ik moet er nog even een leuke stempel bij hebben. En... deze kan natuurlijk van alles zeggen. Ik gebruik deze stempels van leukstempels.nl. Wat zullen we vandaag eens even doen? Je bent lief. Hou van jou. Ja, au. Ik ga voor... Je bent lief. Want die vind ik gewoon heel erg leuk. Want ook in deze tijd... kunnen mensen gewoon ook... kaartjes gebruiken en... lieve woorden. En dan ga ik heel even kijken waar ik hem ga passen. Ik denk dat ik hem gewoon op een stukje papier ga. Sorry. Dat was ik.
Dat groene laagje, dat is... Hallo Helene. Leuk dat je er ook bent. Dat is van Craft Emotions, dat is waxpaste. Die heb je in allerlei verschillende kleuren. Dit is dan een groene laag. Kijk, echt heel mooi. Een beetje een metallic. Zo zie je het minder goed dan zo. En omdat ik dus de zwarte achtergrond daarvoor heb gebruikt. Ik heb hier met zwarte gesso, of tenminste met zwarte modeling paste ben ik erop gegaan. Dan wordt hij dus donkerder. Dan krijgt hij een beetje olijfkleur. Maar als je hem dus gewoon op de kaart zelf zou gebruiken, dan krijgt hij een hele andere kleur namelijk. Dus zo, ik heb een stukje papier. Ik ga het gewoon op een stukje papier afdrukken. En dan kan ik wel laten zien. Even kijken. Ik zal een beetje waxpaste hier opdoen. Dan kun je dus zien. Voor de tekst ga ik die gebruiken, dat stukje. Kun je dus zien wat de kleur dus een beetje is als je hem gewoon op wit papier gebruikt. En ik smeer hem nu wat beter uit. Je kunt hem ook wat dikker doen. Even kijken of jullie dat kunnen zien. Het is echt heel mooi metallic. Dus je kunt zien dat er heel veel kleuren in zit. Zo eroverheen. Dan heb ik een achtergrondje voor mijn tekststempel. Dat vind ik nu even wat mooier. Omdat ik dus hier niet helemaal ben gegaan zoals ik zou gaan. Maar het komt allemaal goed. Jij bent lief ga ik gebruiken. Dit zijn leuke tekstjes om te gebruiken voor kaartjes. Voor mensen gewoon zo even om iemand dus een klein kaartje te geven of een tag als wat ik nu maak in ieder geval. Even recht knippen. Daar ben ik nooit zo heel erg goed in. Echt gewoon zo raar. Ik weet niet of meer mensen dat hebben, maar... Jij bent lief. Dan kan die dus ook gewoon hier. Dan ga ik dubbelzijdig tape voor gebruiken. Ik weet niet of ik dat al had gezegd. Als je dubbelzijdig tape knipt met je schaar. Ik weet niet of jullie het allemaal kennen. Als je er dus doorheen knipt, dan gaat er dus hier allemaal lijm aan zitten. Dat plakt dus als een gek. En dan kun je dus op een gegeven moment echt heel snel al niet meer knippen. Als je dus een beetje vaseline pakt. Je doet je schaar open. Dit kan geen kwaad voor de schaar. Je moet hem alleen daarna gewoon even schoonmaken. Gewoon even schoonvegen. Doe je een klein beetje vaseline hier op de platte kant, aan de binnenkant. En als je dat dus doet, kun je dus heel mooi, even kijken hoor, heel mooi knippen. Zonder dat er hier dus lijmresten van de plakband aan blijven zitten. Dus echt ideaal. En daarna veeg je hem gewoon weer schoon als je ermee klaar bent. Maar zo kun je dus wel heel makkelijk je foamtape. Ik wil het altijd knippen in allerlei stukjes en dingetjes. Dus het blijft bij mij altijd plakken. En dan zit ik met een schaar die dus echt dit doet. Dan lukt het me niet meer om fatsoenlijk te knippen. Dus dan doe ik het zo. Ja, het geeft ook een heel mooi effect. Dat klopt, die waxpaste is ook heel erg mooi op... Of zwart kaartstok. Ik kan het zo heel even laten zien. Even het touwtje er doorheen. Dan is die bijna klaar. Als die er doorheen wil. Kom maar. Dat is echt. Nou, hij wil vandaag niet meewerken. Eén, twee. En 3, ja. Zo, en dan hier door het... Sorry, door het hoofdje heen. Ik vind het net even wat grappig scheef als je hem dus gewoon boven eraan doet. Zo. Dan doen we er gewoon een knoopje in.
En ik steek deze even weer terug hier doorheen, zodat het touwtje dezelfde kant op ligt. Zo. Nou, dat is eigenlijk, hij is een stukje donkerder geworden dan mijn andere kaart. En ik zal heel even snel laten zien op een stukje zwart papier hoe het eruit ziet als je dus die paste gebruikt op zwart papier. Ik ben toch bezig. Dus ik haal er weer een klein beetje uit. Dat is genoeg. En dan even kijken hoor, als jullie het goed kunnen zien. Ja, dit is echt lastig te zien. Ja, ik zal het zo even omhoog houden. Ik zie het hier namelijk heel goed. Dit is dus het effect. En je kunt hem dikker aanbrengen, dan ziet het er ook heel mooi uit. Maar als ik het gewoon zo even snel aanbreng, om te laten zien wat dan het verschil is. Kijk, ook heel ander effect. Dit heeft dus een beetje olijfachtige kleur. En dit is dus echt groen. Het is gewoon dezelfde kleur. Maar door het metallic effect, dan krijg je gewoon echt verschillende kleuren. Dus ja, met de vinger kan het ook. Dat heb ik bij de vorige kaart ook gedaan. Even kijken hoor. Het is echt... Ik zal het gelijk even laten zien. Dan zit het dus wel achter mijn nagel altijd. Maar dat... Hop, doen we gewoon zo. Het is echt een hele... Zelfs mijn vinger is helemaal groen. Maar dat gaat er ook vanzelf af. Eén moment. Dus hoe dikker je het aanbrengt... Ik vind het dan ook... het is allebei mooi hoor, want in het echt... Als je het zo zelf ziet, is het nog mooier dan als je het gewoon op de video ziet. Het is bijna niet over te brengen. Dus. Dit zijn ze. Dit zijn mijn kaarten. Tenminste, mijn tags. Het lijkt een beetje op olijfgroen eigenlijk. Het heeft een beetje een gouden glimmer erin. Dat lijkt wel zo. Maar het geeft echt een beetje een soort olijfgroen. Het blijft wel een beetje de groenachtig. Maar het komt, dat is heel erg lastig over te brengen op... Zoals je gewoon zo live bent. Dat is toch altijd als je het dan weer zelf ziet en voelt. En dan is het toch mooier. Nog meer vind ik. Maar bij deze, ik heb dus de tag gemaakt. En ik ben klaar. Dankjewel Jolanda. Dankjewel Mimi. Wel heel erg leuk dat jullie er weer waren vandaag. En ik hoop jullie nog een volgende keer weer te zien. Ik wens jullie een hele fijne dag nog. Het is zondag. We hebben nog een aantal uren te gaan. En dan beginnen we weer met de maandag. Dankjewel. De video zal ook te zien zijn op YouTube. Van de week wordt hij daar opgezet. Dus dan kun je daar ook nog verder terugkijken. En dan plaatsen we nog wel een link in de groep. Dank jullie wel. Fijne dag.